still on this. Ja, 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 ja. We zijn er klaar voor! We hebben er zin in! Breng je alvast voor, want dit mag je heel veel zien. Nou hè, dat wordt een groot succes! De hit! Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom in Engeland. Vandaag gaan we iets doen. We staan al 2 jaar lang aan de planning. Het is super vet en echt een, ik denk een bucketlist dingetje voor heel veel autoliefhebbers. We zijn nergens minder dan het Goodwood Festival of Speed. Zo, R50, super dik, laf, F40, Roy, goeiedag. Het belangrijkste, ben je gezelligheid. Ben daar gisteren? Ik zeker wel, ja. Ja. Wat je hier ging niet mee, hè? Hoeveel mensen er hier op af zijn gekomen. Je kan nauwelijks een auto bekijken, maar als je er dan bent, zo vet. Je kan zo dicht bij die auto's komen hier. Kijk, dit is een van mijn favoriete racehuizen. 911 RS-Center. Dat staat echt op. Daar staat de raceauto. Nieuwe 911 GT3. Uiteraard, je hebt al een paar keer gezien. Maar dit is ook echt zo makkelijk. Oh, sorry. Kijk, dit is echt 1000 kijkers. Harris heeft dit van een video meegemaakt. Gebaseerd op de Cayman 54, dan volledig elektrisch, meer aero, hij is iets groter geworden. Dit is echt waanzinnig. Kijk, zelfs de achterkant bij die lichten is volledig kapot. Dit is zo fantastisch. En er staat hier gewoon, ik kan in ieder geval het ding bijna aanraken. Dat is wel echt het niet. Maar dan hebben we nog iets anders heel erg gaafs, want ik sprak toevallig gisteren Sebastiaan van Fort en die zei: Sam, als je op Goodwood bent, je moet langskomen op de Fort. En er staat zoiets unieks en dat ga ik jullie nu laten zien. Variant van de Ford Superfan. Ik denk dat meermaals is teruggekomen. Ze hebben al een keer een auto gebouwd. Een Superfan met een Formule 1 motor achterin. Maar dit is de elektrische 2000 DK Ford Superfan. Dit is wel echt helemaal lekker. Volledig carbon, overal carbon. Slikste dommen die net worden geprepareerd. Spiegeltjes, schuifjes in de naam. Wow, joh. Wat een ding! Hé, hey, maar ik heb een deal voor alle mensen die deze video nu kijken. Als we deze video nou allemaal liken, dan heb ik volgend jaar waarschijnlijk perskaart. Want hoe beter deze video wordt bekeken, de grotere kans dat ik natuurlijk volgend jaar iets mag doen met een importeur, met een bedrijf, grootschalig, internationaal, op Goodwood Festival Speed. Wie weet mogen we er allemaal mee met een heel climb. Hoe gaaf ze dat zijn? Dus wil je dat zien? Vergeet de video even niet te liken. We zijn nog lang niet klaar, want zoals je kan zien, we hebben denk ik pas 1/5 gezien.
naast het evenement zelf zijn er ook altijd heel veel mensen die hun supercar uitlaten. Dus die halen een supercar uit de garage, maken hele speciale auto's, die nemen ze mee om hier mooi te parkeren. Dus je hebt hier serieus een hele parkeerplaats vol met supercars en dan mag je alleen komen met een supercar. Kijk eens heel eventjes hoe bijzonder de specificatie is op deze RS7. Ik weet niet of dit een officiële Audi kleur is, maar wauw, dit is super dik. Panamera, niet helemaal supercar. M2, super dik en dit is helemaal bijzonder. En performance uitlaat. In Nederland kan het niet, mag dit niet, officieel gezien, maar hier ook, geen probleem. M4, Jasperina, denk ik, of Miami. RS4, nieuwe, Navara, super dik. Ik loop eerst deze kant even op. Mustang, super vet. Aston, M5, M4, deze kleur. Dit is vet. Nog een RS4, nog een M5 CS, X5M. Kijk dit. Dit is wel echt super dik. Jan van een groot accent persoonlijk. Dit is echt sick. Wat een kleur. Het is echt niet normaal wat mensen allemaal hebben meegenomen naar Goodwood Festival Speed, jongens. Er staan die auto's. Het is alleen maar dik en vet wat hier staat. Zoals dit ook. Kijk eventjes hoe vet de samenstelling op deze 992 Turbo S is. Carbon spiegels, blauw, waarvan ik geen idee heb welke kleur dit is. Voel blauw, denk ik. En alles hard accenten. Knijten, denk ik. Niet normaal. Heel erg ziek. Een 5, super vet. Jaguar, nog een RS4. Giulia, Quadrifoglio, e-tron. En ik heb het idee, dat viel me dus op, alle elektrische auto's hier hebben een groenstickertje. Of dat helemaal waar is, weet ik niet. Kan ook toeval zijn, maar dat viel me dus op. Nog een M5, nog een M4, nog een M3, nog een Urus, nog een Urus, nog een Urus. En deze, oh, deze is vet man. Deze kleur, dit is echt top. Dit is denk ik mijn nieuwe favoriete kleur. Lichtblauw, Miami Blue. Super dik. Je kijkt je ogen hier recht uit. En het mooiste is, ik ben alweer voor de 8e keer vandaag de jongens met wie ik hier ben kwijt. Geen bereik, fantastisch nieuws. Maar man, ik zie hier voor mij 10 STO's. Niet normaal dit. Wil jij nog een Urus toevallig? Nee, die hebben we er wel genoeg gezien. Die zijn hier echt gratis. Het gaat dat helemaal nergens over. Heel, wat is nou het allerziekste wat je hier te tegenkomen? Op deze parking? Ja. Ik denk dat ik voor de P1 ga. Ja hè? Man, wil je kijken. Iedereen rent op dat ding af. Staat daar gewoon in race mode op het gras. Kan alleen hier. Maar goed. Er staat nog een Noble M600, er staat nog een 675 LT, de ene naar de andere STO, het maakt niet uit. Gewoon, het houdt niet op. Top. Maar wie uiteraard niet mag ontbreken op het mooie Festival of Speed is Schmie, jongens. Ja, en het is natuurlijk ook een beetje zo standaard YouTuber live als je gewoon met één auto komt. Dus dan neem ik gewoon één GT Black Series mee, één Ford GT, één Vantage GT8 en een C63 Black Series. Hoe krankzinnig. Allemaal vragen verkeerd. Dan was je waarschijnlijk een van de eerste. Maar dit is toch insane. Welke zou je kiezen als je één van de auto's... Hij doet het uiteraard allemaal. Yeah. Welke zou je kiezen? Wat is de allerdikste van deze vier? Black Series, Ford GT, GT8 of inderdaad C63. Dus. Sexies. Fucking hell! Wow, dit is vet, man. Eens kijken, een hele winkel vol met allemaal soort schilderijen. En deze van Lando, Monaco. Super ziek, hè? Daar hebben we het uiteraard niet over. Die kennen we niet. Dit is echt heel vet, maar wat geld, hè. Kijk eens even, 1170 pond. Zo sick. Niet normaal. Jongens, wat we nu gaan doen is zo onwijs gaaf. Het is het einde van de dag en dat betekent dat het de kwalificatietijd is voor de heel klein. Dus alle merken, alle supercar, alle
alle merken eigenlijk, alle nieuwe merken staan klaar voor de heel climb en gaan het best doen om de snelste tijd neer te zetten. Het is zo vet, hè? Naar de start gaan van de kwalificatie, jongens. Ik zie hier drie Pagani's. Zo onwijs vet. Ik vind het zo'n magisch merk. En een tijdje geleden, hele tijd geleden, ben ik een keer bij de fabriek geweest. Er is niks zoals de fabriek van Pagani. Kijk eens even, als je er dan zo drie naast elkaar ziet. Hoe onwijs speciaal en heftig. Ik weet niet wat voor variant het is. Ik heb het nooit eerder voorbij zien komen. Maar die vleugel. Kijk die achterkant. Dit is echt niet normaal. Full exposed carbon, mat en glans. Wat is dit dan? Dit is echt geen idee welke van dit. Oh, zondag. Ik kan niet eens lezen. En olie. Ja, dat maakt het niet uit. In ieder geval best wel speciaal ding. Nee, deze. Check dit. Moira, grootste. Oh, de samenstelling is ook wel weer heftig hoor. Goeie graden, een beetje Amerikaanse variant. Ik denk dat jullie dit logo wel herkennen. Laat mij even weten in de reacties als jullie weten waarover ik het heb. Dit is... Ik zou hem niet zo samenstellen, maar je bent wel een baas als je doet. Wat dingen. Alright, en nu is het dan echt tijd, jongens, het gaat echt gebeuren. Wij kwalificeren voor de heel klein. Ik zie hier bizarre auto's aankomen. Net zei ik volgens mij dat het alleen supercars een beetje waren, maar wat hier al allemaal aan komt rijden, dit wordt echt spektakel. There we are, getting ready for the toilet. Hebben van heel dit evenement. Ik denk het ook. Top geregeld. Nu hopen dat de autosleutel er nog in zit. Zo niet, dan hebben wij een probleem. Oh, perfect. Perfect. Thank you very much. Ik denk persoonlijk dat dit een heel mooi moment is om de video af te sluiten. Iedereen is al zo ongeveer hier weg. We zijn denk ik een van de weinigen, een van de laatste nog op het Goodwood Festival Speed. We gaan lekker terug. We gaan lekker eten. We gaan vanavond waarschijnlijk een klein vliegend hertje drinken. En dan morgenochtend, 7 uur, zijn we hier weer, jongens. Dag 2, ik ga gewoon nog een dag filmen, want er is zoveel gaafs. Morgen gaan we nog naar Rally Stage. Dat wil je niet missen, vergeet dus niet te abonneren. Vergeet niet te liken en dan zie ik jullie weer heel erg snel. Pas de leg.